Waar moet ik nou weer foto's maken dan? Oh, hier is een slang. Hier is die. Ik ben klaar. Hey YouTube, welkom bij een nieuwe Let's Play. Ik heb nu eindelijk een losse microfoon. Dus nu horen jullie maar waarschijnlijk ook beter en harder. En de mensen die dan met me skypen, die horen me dan ook beter. Want toen ik nog geen microfoon had, hoorden ze me niet. En dit is de eerste Let's Play met mijn microfoon, yay. En we gaan even de missies doen. Ik heb nog niet uitgeprobeerd met Skype, maar dat komt nog wel. En ja, we gaan de missies doen. En ik weet het, Brave Girl is nog steeds level 4. Ik heb gewoon geen zin. En geen tijd om te trainen. Maar het meeste deel heb ik er gewoon geen zin in. Maar ik had nu wel even tijd om Let's Play op te nemen. Dus dan doe ik dat. En jee, zaterdag kan ik de haren kopen. Hou ik alleen 0 sterkers over. Maar dat maakt mij niet uit. Maar jee, dan kan ik erin. Ja, dan kan ik erin. Wat? Ik krijg helemaal door de war. Omdat ik even naar de chat keek. Maar dan kan ik... Om kopen, yay, daar heb ik zin in. Maar nu gaan we eerst even de missies doen. Als die mee wil werken. Oké. Okay. Ik heb het al geprobeerd en jullie horen mij nu al veel beter, dat weet ik. Even kijken. Ik ga met de trailer, ik heb geen zin om dat hele stuk te rennen. En ja, jullie weten het, ik ben lui. En ik heb maar 1374. Echt weinig, ik weet het. Maar goed. Oké, okay, ik moet nog wel een beetje wennen dat er zo'n microfoon voor mijn mond staat, maar daar ben ik wel aan. Oké, okay, ja, missies. Dat gingen we doen. Oké, okay, kom maar Vea. Wat voor opdracht heb je voor je? Niet. Laat mij niet weer jouw huiswerk doen. Daar heb ik geen zin in. Oh ja, het ging over de slang in de val. Oh ja, Rayanne, ik heb nauwelijks geslapen. Ik lag dan maar te denken aan de slang. Het leek wel een eeuwigheid voordat je er was. Ja, dat klopt. Het duurde een paar dagen. Casper dacht dat ook. Hoe weet je nou wat Casper denkt? Is die poes? Hij was die poes. Maar nu je er bent, moeten we de vallen gaan controleren, niet? Ik hoop echt dat we de slang hebben gevangen. Nou, hoop ik ook, want ik wil hem wel zien. Die slang. Huh. Zit hij hierin? Yes, hij zit erin. Nee, ik heb hem gevonden. Er zit een slang in de val. Beter dat ik daarmee naar Freya rijd. Ja, beter wel. Wat weet zo'n klein meisje daar nou van? Ik begin niet wat voor een slang dit is. Nee, Freya wel dan. Freya weet toch ook niet wat voor slang het is? Echt, knap dan. Echt? Hebben we de slang gevangen? Laat zien. Oh, kijk, hij is prachtig. Ik wist niet dat slangen zo schattig konden zijn. Heb jij ooit zo'n mooie slang gezien? Nou, op school heb ik al zo'n slang gezien. Daar hebben we ook dieren op school. Dus ja, ik heb al slangen gezien. Mooie? Nee, beetje. Niet echt heel erg. Hij lijkt niet erg blij dat hij in de val wordt gehouden. Yo, je meent het. Niemand is blij als hij in de val zit. Het is misschien het beste als ik hem oppak en hem eruit haal. Weet je dat zeker? Lijkt je dat geen goed idee? Nee, inderdaad. Dat lijkt me geen goed idee. Want dat gaat wel goed, Ariane. Ik kan heel goed met dieren. Ik denk dat deze kleine jongen gewoon een beetje bang is. Dus als ik hem oppak en even ga aaien, zal hij begrijpen dat er niets is om bang voor te zijn. Echt waar? Uh-oh. Uh-oh. Ik word bang vandaar. Oh. Ik word echt bang. Zie je? En nou is hij weg. Eigen schuld, ik gebult. Ik zei nog zo. Doe, maak hem niet open. Maar nee, ze willen weer niet luisteren. En, oh ja, als mijn stem te hard is, dan moet je gewoon je geluid even wat zachter zetten. Maar dat snap je hier wel. Au, oh nee, sorry dat ik hem liet vallen, Ariane. Sorry. Ik zei het toch.
Slang is los. Nee, joh, je meent het. Snif, snif. Sorry dat ik hem ben kwijtgeraakt, Ariane. Ik bedoel dat niet. Hoe gaan we hem terugvinden? En dan vraag je aan mij. Oké. Okay. Of ik me pijn heb gedaan? Nee, gaat wel goed. De slang werd zo bang toen ik hem wilde aaien dat hij me beet. Het prikt een beetje, maar het valt wel mee. Ik vind het vervelender dat we hem nooit meer zullen vinden. Ik denk dat hij zo dom is. Ik denk niet dat hij zo dom is om nog een keer in de val te kruipen. Snif, snif. De boeken, je denkt dat we die kunnen gebruiken om meer te weten te komen over de slang en waar hij leeft. Wat een goed idee, Ryan. Dan kun je helpen kijken. Hier, zie je, moet ik weer helpen. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Je bent de beste. Oh, en dan staat er niks. Oh, oké. Okay. Ik moet een quiz doen. Oké, okay, ja, nou, welk hoofdstuk moeten we als eerste doen? Nou, ik denk slangen. Want daar gaat het over. Nou, hij zag er toch... Nee, bruin en zwart sowieso niet. Rood ook niet, dus dan is het toch geel en bruin. Natuurlijk, de slang was geel en bruin. We gaan onze slang snel vinden. Onze? Ze is eerst onze. Afgezien van de kleuren, wat was nog meer uniek aan de slang? Maakt een ratelgeluid. Hij had een patroon en was gevlekt. Hij had slechts één kleur. Die sowieso niet. Hij was gevlekt. Was hij gevlekt? Volgens mij wel. Ik weet niet, ik gok maar gewoon. Hij zag er niet zo uit. Of wel? Dat weet ik veel. Oké, okay, nog een keer proberen. Dat weet ik toch niet. Slangen en dan was hij geel en bruin. En dan ratelgeluid. Weet ik veel. Oké, okay, nu gaan we de tweede optie proberen. Want ik weet zeker dat het de laatste optie niet is. Geel en bruin. Gaat door. Hij had een patroon. Je hebt gelijk, erin. De slang had een patroon op zijn lichaam. Het moet een klifcobra zijn geweest. Ga door. Hier staat dat slangen meestal op braakliggend terrein leven dichtbij het water. En waar veel uitlopen en oneven terrein is. Waar denk je dat dat is? Nou, ik heb hem bij de vergeten velden gezien. Dus daarom vergeten velden. Je hebt gelijk, de klifcobra moet bij de vergeten velden leven. Yes, nu weten we wat voor een slang het is en waar hij leeft. Jee, we zijn klaar. Nu moeten we waarschijnlijk naar de vergeten velden. Of wist je niks meer te zeggen of zo? Oké. Okay. Op naar de vergeten velden. Oké, ik kom zo terug als ik er ben. Oké, ik ben er weer. Ik heb maar gewoon even de trailer gedaan naar de boerderij van onfortuinlijke duws. Dat liep me het dichtstbij. Dus nu moeten we er alleen nog eventjes heen rennen. Maar ik, volgens mij is die daar achter die stal. Want ik zie daar ergens zo'n groen lampje. Ja, gewoon eventjes naar het lampje. Groen stipje bedoel ik. Oh, nu gaan we naar beneden vallen. Niet echt helemaal, maar... Nou, waar is die slang? Slangie! Kom maar! Oh, daar is hij hoor. Gaat hij niet... Oh, dat is Vee. Ja, jammer. Hallo. Volgens mij weet SSO niks meer te bedenken of zo. Of, ik bedoel, Starstable weet gewoon niks meer om in die missie te zeggen. Oké, lekker makkelijk voor mij. Ik kan ook in één keer dingen gaan doen. Moet ik weer de slang voor haar zoeken terwijl zij daar gewoon rustig staat, natuurlijk. Ze heeft nog haar huiswerk toch, of ligt het aan mij? Oh, moet ik foto's maken? Waarom moet ik nou weer foto's maken dan? Oh, hier is de slang. Hier is die. Ik ben klaar. Nee, grapje, ik ben nog niet klaar. Maar ik wil klaar zijn. Daar. Over Freya's huiswerk. Oh. Oh ja, het was voor de huiswerk. Is dit bruin? Het is meer geel met groen hoor, maar... Oké. Vriendje. Hey. Hi. Even antwoorden op vriendjes. Ah, hier nog. Want hier heb ik die slang gezien. Dat was die slang. Ja, die slang. Dat was dus voor deze missie. Blijkbaar. Nu moeten we weer terug naar Vea, natuurlijk, zoals altijd. Altijd. Laat mij maar weer de post uitspelen. Neem jij op? Ja, ik neem. Zo, we zijn meteen blij. Oké, weet ze nu wel wat te zeggen? Nee, dus. Wauw, een L.
Oh, race, jee, race. Klaar met de race. En over de muziekvideo. Ik heb op Insta gezet dat ik met een muziekvideo bezig ben. Alleen door school kon ik er niet echt aan verder. Ik probeer het nog wel, maar ja. Ik probeer er zoveel mogelijk aan te werken. Maar als het niet lukt, dan lukt het niet. Hè? En dan, tja. Ah, ik weet wat ze... Ze willen het gewoon geheim houden. Ze willen niet zeggen wat ik moet doen. Maar, dat had ik. Nou, ik krijg gewoon een groene groene... Ik ben echt in de war. Zoals altijd. Ik ga gewoon de oranje plek zoeken. Freya. Huh? Moeten we Freya zoeken? Oh, dan moeten we op die plekken moeten we Freya roepen. We zijn Freya kwijt. Nou, fijn, hè? Ik zei toch dat ik sneller was. Dan Freya. Ik zei het toch. Ja, dat stuk heb ik versneld. Dus dat hebben jullie waarschijnlijk niet gehoord. Maar ik zei. Ik ben sneller dan Freya. Oh, moeten we serieus die hele weg weer terug? Nee, heb ik geen zin in. Ik heb geen zin in. Dan moeten we straks weer terug naar de zuurvuurboerderij. Oh man. Dit menen ze niet. Kom op zeg. Dit menen ze dus wel. Ik haat dit. Waarom moet dit nou weer? Het is normaal joh. Het is normaal. Ja, de hele tijd Freya, 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 Freya zoeken, roepen. Komt ze niet hoor. Als ze niet in de buurt is, komt ze niet. Ik hoop dat ze hier is en niet helemaal bij de vergeten velden. Of rekenen ze er soms op dat ik door kwam ophalen of zo. Hé, daar is ze. Oh. Ben ik nu serieus een plek? Oh, ik ga serieus over de plek heen. Freya! Freya, wat doe je daar?
Oh, wauw. Dat dacht ik dus al. Beter dat ik heel voorzichtigheid aan. Dat is altijd zo, net in een zin. Hoppakee. Valt hij uit. Er stond Peter dat Freya. Peter dat ik heel voorzichtig rijd. Omdat Freya zich niet goed voelt. Nou, kijk, ik ga heel snel rennen en dan weer. Ik ga dit gewoon doorspoelen, weet je. Heel veel doorspoelwerk, maar. Wauw. Shortcut. Nou, er ene voet zit half door mijn paard heen. Serieus. Zij blijft ook nog gewoon rechtop zitten. Alsof er niks aan de hand is. Ik moet voorzichtiger zijn, ja, relax. Oké, serieus? Ik heb haar net bij Sunfield gebracht en nu is ze opeens in de stad. Wat? Hoe dacht al? Is Freya nu opeens in de stad?
Dat is dan is het wel heel raar. Sorry, ik zat net een beetje dicht bij mijn microfoon. Dus ik denk dat je me dan extra hard hebt gehoord, maar sorry daarvoor. Ik ben nog niet helemaal gewend, zo'n microfoon. Oh. Dus sorry, het is een beetje harder hoort, of zachter. Iets zachter. Echt serieus, ze weten geen namen meer voor die missies. Er zijn een paar dingen die ik met je wil doornemen. Waar moeten we het eerst over hebben? Ik denk Freya, dus het belangrijkste. Wat is de last van... Of die, ik denk dat het die is. Dat is niet wat er met haar aan de hand is, toch? Weet ik, hoe moet zij dat eigenlijk weten? Dus ze vraagt het aan mij. Daar heb ik een kort zeggen, dat is heel plotseling gekomen. Die me, de slang. Een cliff cobra was het. Die. Oké. Oké, mooi zo. Zijn we ook weer klaar met die quiz? Sorry, ik ben niet meer echt spraakzaam. Maar ik heb wel weer geld erbij. Jee. Nu, 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 rennen, rennen. Op naar Jinfield. Shortcut. Net bij de race deed ik ook een shortcut. Nou, ah, je hebt het vast al gezien en anders. Boeien. En nou hebben ze opeens weer... Oké, ik ga het lezen. Verdraaid, ik dacht dat Freya had geleerd om slangen nooit op te pakken. Wat zou zij gedacht moeten hebben toen zij de slang oppakte? En ook nog proberen om de slang te aaien. Maar nu weten we in ieder geval wat er aan de hand is. Het beste wat zij nu kan doen is wachten tot tegengif gaat werken. Ik ben het helemaal met de dierenarts eens dat wij de slang zo snel mogelijk moeten vangen. Zij ons willen helpen om de slang te vangen. Bedankt. Ik wil natuurlijk niet dat je ook gebeten wordt door de slang. Als je mij eerst kunt helpen om een net te vinden, dan kunnen wij daarna proberen om de slang te vinden. Bedankt, Ariana. Ik zal binnen zoeken en kun jij buiten zoeken. Oké. Vooruit dan maar weer. Maar waar moet ik buiten zoeken dan? Zoek naar net op zijn boerderij en praat daarna met Martina. Oh wauw, ik ben zo slecht in zoeken. Waarom doet ze dat mij aan? Waarom? Waarom? Oh, hier. Hebben ze. En nog om de jurvie aan de cliffcobra te vervangen. Ik moest hierheen. Weet je, ik heb geen zin meer om te lezen. Dat is eigenlijk wel chill, dat er geen tekst stond. Oh, ik zie daar wat glinsteren en ik rijd er weer voorbij. Laat maar zitten dan. Wow, ik zit echt dicht bij mijn microfoon. Wacht even. Crazy how we got this chemistry.